We kunnen een balken ook even goed in één keer tappen. Dat gaat perfect. Maar als het zo stoort, in twee keren. Dus we zetten het glas gewoon midden. En we trekken dat open. En we doen dat dicht. En we zetten die nog nooit niet onder de druk laten staan. En niet veel mensen die tappen, die laten dat staan onder de druk. Nee. Die druk, wat doet hij? Die maakt de schoon kapot. Die CO2 die erin zit en zo. Die maakt een put in het midden. Alles eronderuit. Dus we laten dat even rusten, tussen tijd kunnen we al een ander bolletje. Het is dus heel veel. Pak je dat terug, zet je dat terug eronder en dan push je bij. En een bolletje nooit afschuimen. Ja. Schuimt een bolletje nooit niet af. Want je ziet, wat een bolletje liever even overschuimen dan af te schuimen met die dingen. En dat is een van de slechtste dingen die we zo uitgevonden hebben. Laat dat gewoon zo. Liever overlopen dan afschuimen. Want je ziet, mag je gerust een beetje bol liggen. Voilà, dat is een bolletje keuring. Okay. En als je hem geeft, zwem ik met de wagen naar voren. Ja. Moet je zien, we kunnen dat ook even goed rapper laten vooruit gaan. Hè. We kunnen die kraal laten afstaan. Maar altijd twee keren. Ik had dat niet gekomen. Dit materiaal ook. Dit materiaal ook. Je ziet, zo kun je dat laten duiken. Dan zit het even samen en dan pak je al die weg. Dan heb je het toestap aan.